Defensie minister Krishna Kumari Mathura zegt dat ex-president Desi Bouterse zijn verantwoordelijkheid moet nemen om naar het Openbaar Ministerie te stappen met de informatie die hij heeft over de gestolen wapens die in zijn beheer waren. Tijdens een persconferentie zei de bewindsvrouw vandaag dat de veiligheid van de burgers in gevaar is, hoe de wapens nog niet terecht zijn. Wat ik alleen kan zeggen is dat er is aangifte gedaan van diefstal van wapens. En als de ex-president informatie heeft, want hij heeft die aangifte gedaan, en als hij informatie heeft van waar die wapens zijn, dan is het verantwoordelijkheid en als leider, want ik zie hem als een leider, dat hij als leider die verantwoordelijkheid neemt om die informatie te deponeren bij het Openbaar Ministerie, zodat het Openbaar Ministerie die leiding geeft aan het strafrechtelijk onderzoek, daadwerkelijk die informatie heeft, zwart op wit, en actie kan ondernemen. Dat is wat ik zou denken dat je van een verantwoordelijke leider verwacht. Mathura zegt verder dat de aangifte die Bouterse zelf deed bij de militaire politie een verrassing was, omdat zij als minister nog niet geïnformeerd was over de berging van de wapens op het adres van de gewezen president. Dat de wapens nu mogelijk in handen van onbevoegden zijn, kan en mag niet, zegt Mathura. En natuurlijk, wapens zo buiten is een gevaar voor de samenleving. Elk wapen in handen van iemand die niet bevoegd is, is een gevaar voor de samenleving. En hier gaat het om defensiewapens waarvan we niet weten waar ze zijn. Dat is inderdaad een gevaar voor de veiligheid. Dus het belang van Suriname zit er hem in dat we zo snel mogelijk al die wapens binnenkrijgen. En ik denk dat hij daar een hele grote bijdrage aan zou kunnen leveren. Door niet te zeggen en verwijten te maken, maar door responsibility te nemen, verantwoordelijkheid te nemen. En zeker als ex-president om te zeggen van, ik neem verantwoordelijkheid, die wapens zijn vanuit mijn huis verdwenen, dus ik neem verantwoordelijkheid. En ik zorg ervoor dat die wapens weer terug gaan in de boezem van het ministerie van Defensie. Mathura zegt dat er momenteel een tweede fase van inspectie gaande is binnen het defensieapparaat. Alle afdelingen van het departement die in het bezit zijn van militaire wapens worden één voor één doorgelicht. Diefstal of verlies van wapens mag volgens de minister nooit meer voorkomen.